heb een nieuwe webcam gekocht. Een goede webcam gekocht en een microfoon, een Yeti. Stoer, hè? Ik ga nu kijken of met deze apparatuur het helemaal gaat lukken. Ik vond het online magazine wat ik maakte, wat statisch. Dus ik ga het op een andere manier proberen. Dus Daan, voor jou komt geen online magazine meer, denk ik. Maar dit filmpje is het begin van velen, hoop ik. Ik ga video's maken over hoe ik schilder. Zodat ik de cursisten in deze coronatijd toch iets aan kan reiken. Ik begin met Rembrandt schilderij Lucretia. Daar ga ik een klein detail uit schilderen. Dat is een goede methode om inzicht te krijgen in zijn schildertechniek. Lucretia is een late werk van Rembrandt. Dat schilderde hij in 1666. Hij overleed in 1669. Ik ben een groot fan van zijn schildertechniek, vooral van zijn later werk. Omdat hij schilderde net als Frans Hals met een losse verfstreek. En hij gebruikte ook vaak een paletmes. En daar schilder ik ook graag mee. Oké, we gaan beginnen. Heb ik met krijt een ondertekening gemaakt, een grove schets. De eerste fase is altijd alles ruw opgezet. Het gaat niet om precieze details. Het doekje is geprepareerd met een rode oker, een vleesoker van Old Holland. Rembrandt gebruikte ook vaak okers als basis. Na de krijttekening doodverven. Dat werd in die tijd veel gedaan. Dat is een onderschildering in twee kleuren waar je gebruik maakt van toon. Dus de licht donkere kleuren werden neergezet. Ik werk met titaanwit en burnt umber. Wanneer de onderschildering, het doodverven met de twee kleuren titaanwit en burnt umber droog is, ga ik verder met de kleuronderschildering. De onderschildering is droog en ik zet met napelschil de halspartij losjes op. De verf heb ik dikker gemaakt met een soort stopverf. Een recept dat Rembrandt gebruikte, namelijk steenkrijt, ei met lijnolie. Daar kom ik in een latere video op terug. De verfkleuren die ik gebruik zijn dus titaanwit, burnt umber, raw umber, vleesoker, napelsgeel, faloblauw en transparant geel. Het schilderij bouw ik met deze zeven kleuren laag na laag op. En wat heel belangrijk is dat je tussen iedere kleur het doekje laat drogen. Ik doe dat door het voor het raam in de zon te zetten. Ik gebruik in deze sessies de kleuren puur uit de tube, maar voeg er iets lijnolie bij wanneer de verf dunner, lichter of transparanter moet zijn. Dat zie je dus hier. Hier zet ik over het napelschil van de hals een iets met lijnolie verdund, dus transparanter wit.
Met transparant geel ga ik nu over de achtergrond en de jaspartij. Eigenlijk het hele doekje behalve dan het witte kanten blouseje. De eerste transparante glazeerlaag. Verder met het blouseje. Wit, verdund met lijnolie, breng ik laag na laag op. En voor de schaduwpartij gebruik ik raw ombre met af en toe een toetsje burnt ombre. Over de jas schilder ik met transparanter wit. Dat is wit verdund met iets lijnolie. Vergeet niet de vet over maagregel toe te passen. Weet je niet wat dat is? Lees het dan op mijn site in het artikel Olieverf schilderen voor beginners en gevorderden. Dit was het eerste deel van het schilderij Detail van Lucretia.
In het tweede deel schilder ik het af en zal ik de steenkrijt van Rembrandt behandelen. Oké, doei!